Michiel Kramer voorop, hij de captain van RKC. Niet alleen de captain, maar ook eigenlijk de enige aanvaller. Dus Jozef Oosting heeft wat verzonnen, heeft wat bedacht. En Alfred Schreuder noemde Oosting van tevoren al een heel slimme trainer. En dat mag je wel degelijk concluderen. Hij weet over het algemeen voor een wedstrijd, voor aanvang van de wedstrijd, al zijn ploeg goed neer te zetten. En als er tijdens de wedstrijd moet worden ingegrepen, dan doet Oosting dat ook goed. Zoals de vorige wedstrijd in competitieverband. Uit bij Fortuna Sittard. Dus 5 verdedigers, 4 middenvelders. Oekili komt daarbij. En Kramer de enige spits. Ja, dat is wel even interessant om te zien hoe hij zich houdt, Bergwijn. Want die kreeg in de warming even een pilletje naar binnen geschoven. Had wat last van oprispingen, leek het. Hij start wel gewoon met de opstelling die we kennen van de vorige wedstrijd. Waarin Robbie, die was tegen Excelsior, 2 keer scoorde. Die wedstrijd die met 7-1 werd gewonnen. Waar Sanchez ook scoorde. Vandaag weer rechtsback. Ondanks het feit dat Divine Rens wel op de bank zit. Ja, die was natuurlijk een tijd lang niet fit. Zoals Taylor nog steeds niet fit is. Taylor en Rens wel in die voorlopige WK-selectie van Louis van Gaal. Waar Berghuis, Bergwijn, Blinds, Brobby, Klaassen, Pasveer, Rens en Taylor opstaan. Berghuis. Goed staande gehouden, Adeboye. En dat is in zo'n lijf-aan-lijf duel met Brian Brobby best knap. Belhassani gaat diep. Dat lijkt me buitenspel. Voorlopig blijft de vlag omlaag. Dan is er hier wat mogelijk. Belhassani hard voor. En dan blijft de vlag omlaag. En dit is dan wat RKC hoopt te bereiken. Dit soort momenten. En daardoor Pelle Clement en de redding van Pasveer. Bal naar buiten zou kunnen naar Lelieveld. Belhassani doet dat nu. En Kramer scoort. En de vlag blijft omlaag. En zo komt RKC op 1-0. Blijft hij staan, dat gaan we zien. Eerst die mogelijkheid voor Pelle Clement. Daar de goede redding van Pasveer. En dan komt die bal weer terug en is het buitenspel. Ja, daar gaat een streep doorheen. Dat kan niet anders. Het is inderdaad buitenspel. Het blijft 0-0. Even vasthouden toch. Rukt Bergwijn zich los. En de paas richting Tadic komt er niet uit. Bessie weet hem wel bij Tadic te brengen. Het schot van Tadic. Timber, Blind, goeie bal, Tadic, Robby in het midden, Klaassen komt erbij, Klaassen goed gespeeld, maar niet afgemaakt. De redding van Fase en ook al een streep door een rekening als hij was binnengeschoten, het was buitenspel. Tadic met de hoekschop, draait af richting Edson Alvarez, bal blijft dan wat hangen en dan kan RKC eruit met Clement. Het wordt gestuurd door Berghuis, dat doet hij goed. Timber. Laat lopen in de wetenschap dat hij mag gooien. En dat doet hij snel richting Berghuis. Berghuis strak voor, daar zit toch een rare verandering in koers bij. Waardoor Vaas het lastig heeft om die bal nog te pareren. Sanchez, bal blijft binnen. Klaassen. En Bessie. Alvarez naar Sanchez. Lekker gegeven, buitenkantje links Berghuis. Timber terug, Bergwijn terug naar Berghuis en dan schieten. Ja, en die valt binnen omdat hij denk ik via Adeboye nog van richting wordt veranderd. En het in de 22e minuut dan 1-0 is door Berghuis. Was al in de opbouwfase belangrijk van deze aanval. En dus ook in de afrondende fase. Hier, heerlijk gegeven, buitenkantje. Timber. En dan via Bergwijn terug. En komt Ajax op een 1-0 voorsprong. Ja, en RKC hield het dus tegen PSV heel erg lang vol. En tegen Feyenoord ook behoorlijk lang.
verloren beide wedstrijden met 1-0. Maar dat door twee strafschoppen. Nu al snel een treffer tegen en kan er nog eentje bij komen. Brobby, goed werk Vaassen. Bergwijn schuift af op Klaas. Oh! En daar redt Adewoye. Daar waar de 2-0 toch zeer nadrukkelijk in de maak leek. Sanchez. Opgevangen en dan schieten. Berghuis, nee, gaat de combinatie aan. En dat was een goede optie geweest als Bessie die bal fatsoenlijk had terug kunnen krijgen. Nu uitkijken, want hier komt RKC weer met Clement, met Bellassani, Kramer ook. Bellassani, Kramer, Kramer legt hem terug. Oh, Okili. En dan is het Klaassen die daar de boel weet te redden voor Ajax. Die bal is nog voor en daar Clement. Ja, juicht niet, want een enorm Ajax-verleden, maar scoort hem wel in de 40ste minuut. En waar hij Klaassen eerst nog redding kon brengen, is er op een gegeven moment vervolgens geen houden meer aan. In een eerste helft waarin RKC zich zeker en vast niet verstopt. Op de momenten dat ze eruit kunnen, komen ze er ook uit met best wel veel mensen. En dan ook hier weer Kramer slim. Alvarez. Brobby. Maar de afvallende bal is niet voor een van zijn ploeggenoten waar Bergwijn en Klaassen in de buurt zijn. En dan kan RKC er weer uit met 3-4 man. Lutonda, Clement is mee, Lelieveld is mee en Kramer is mee. Lutonda naar Bellassani. En het schot gaat over. Maar de gretigheid spat er vanaf bij RKC. Om op de momenten dat dat kan er ook met flink veel lui uit te komen. Gari, Clement. Lutonda aan de linkerkant, dat weet je, dat is een gegeven. Dan kan die bal naartoe goed gestoken. Lutonda en de redding pas weer. En zo heeft RKC toch aardig wat kansen verzameld deze eerste helft. Tadic. Wel goed mee en dan teruggelegd. Bergwijn is het doel leeg en verlaten. Alleen ook wel heel veel spelers van de RKC die in de weg kunnen staan en dat doen. Tadic. Schieten. Berghuis. Oh, ho, 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 ho. Dat is schieten, hè? Dat is schieten. De tweede van Berghuis. Na een minutenlange omsingeling van Ajax. Waar RKC niet meer uitkwam. En dan Berghuis met zijn tweede voltreffer van deze avond. En ook deze van buiten de 16. Schitterend geraakt, heerlijk geraakt. Robbie, sterk, sterk, heel sterk. Robbie, heel sterk. Oh, dat maakt hij goed af. Maar dat duel wat hij aangaat met Adewoye. Puur op kracht. Hier aangespeeld met Adewoye. Gebruikte zijn lichaam goed en sterk. Want ook Adewoye houdt vast. Wat Robbie natuurlijk ook doet. Maar ja, dat krijg je als je lijf aan lijf gaat. Dan maakt het prima af ook. Robbie met de 1-3. Kramer. Krijgt de bal op zijn hak. Komt Anita er nog bij? Ja, Lutonda. Achterin Kramer. Bessie krijgt zijn hoofd er net voldoende tegenaan. Gari. Kramer. Lobete terug vroeg. Durft hij te schieten? Dat durft hij inderdaad morgen over. Dat had Pasveer al snel in de gaten. Lutonda. Ja, glipt daar langs. Balletje terug. Adewoye, alleen de aanname zorgt ervoor dat hij niet kan schieten. Kuipers krijgt de mededeling van Oosting. Zoek hem op. Nou, dat doet hij dan. En legt hem goed voor. En legt hem net niet binnen. De actie van Kuipers aan de rechterkant was goed. Scherp voor. Met Lutonda en Kramer die daar in de buurt komen in ieder geval. Klaassen.
Goed. Berghuis. Robbie. Robbie mee. Robbie. En de beslissing is daar. Want hier gaat RKC niet meer van herstellen. Het schiet hem in de kramp. Volledig. Na de 2 van Berghuis. Nu ook de 2 van Robbie. 1-4. Op het moment dat RKC weer zijn tanden liet zien. En de kansen kreeg. Is hier de 4-1. Conceição, Luca, Kourous, ze zijn allemaal in de 16 te vinden. Conceição terug naar de man van 2 goals. En bijna een assist. Snel geschoten door Luca. Conceição. Sanchez. Legt er 3 minuten bij. En nou, die extra tijd die gaat nu in. Maar bijna ging die ook in met een 1-5 stand. Conceição krijgt een grote kans. Bakari. Bakari terugleggen. Gaat verder via Kuipers. Terug Bakari. Kuipers. En Bakali met het schot. Geen hens. Dat geeft Manschot meteen aan. Handen bij het lichaam. Dus daar ga ik niet voor fluiten. Conceição. Met Berghuis. Die mee is aan de rechterkant. Conceição zet het op een lopen. Krijgt een schouderduwtje van Lutonda. Is natuurlijk ook wel een beetje een lichtgewicht. En dan na 3 minuten extra tijd is de wedstrijd gespeeld voorbij. En wint Ajax. Na een moeizame eerste helft. Dat toch zeker. Maar na rust was er geen houden meer aan. Ajax wint 4-1 uit in Waalwijk. De wedstrijd tegen RKC.